Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Heel wat mensen hebben een PC met Microsoft Windows en een iPhone en of iPad. En ze gebruiken de kalender en contacten van Apple en het kalenderprogramma op Outlook van Windows. Het zou toch fijn zijn als deze gesynchroniseerd konden zijn. Hoe kan je nu de Apple kalender op je iPhone en of iPad synchroniseren met de kalender van Microsoft Outlook? En andersom natuurlijk. Eerst een klein beetje de werking. Je iPhone en je iPad staan reeds in verbinding, wireless, ze staan wireless in verbinding met de iCloud. En de standaardgrootte is 5 GB. Dus we gaan nu een programma installeren op de PC die ook contact maakt met de iCloud om de kalender en de contacten te synchroniseren. Eens goed ingesteld zal een wijziging op je iPhone ook te zien zijn op de iPad en PC zonder dat we daar extra knoppen voor moeten bedienen. Natuurlijk zal een wijziging op de PC of iPad ook te zien zijn op je iPhone. Hoe doen we dat? Je surft naar www.apple.com/iCloud. Dan scroll je helemaal naar onder. En je gaat op deze link klikken. Setup on PC. Komt op dit scherm. En we klikken op deze link, download now, download iCloud voor Windows, download now. Je moet dit onthouden, dit beeld ga je krijgen. Dus we doen download, we gaan zeggen bestand opslaan en je installeert iCloud setup.exe. Bij mij staat er nu al 1 en 2 omdat ik het al uitgetest heb. Dus je gaat dit installeren, ik ga dat niet doen, het staat al op mijn computer. Als het programma niet vanzelf opstart, dan zoek je aan het Windows-icoon iCloud en je start dit op. En dan wordt gevraagd naar uw Apple ID en wachtwoord. Ik ga nu inloggen. Het wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord om apps te installeren. We gaan inloggen. Het kan eventjes duren, je ziet dat. Nu zegt hij wachten op autorisatie. Ik krijg dus nog zulk een scherm op mijn iPhone. Ik ga daarop inloggen met mijn Apple ID, mijn Apple ID paswoord. En dit is het scherm dat je moet krijgen. Oh, er staat ook nog iCloud contactagenda, dat is niet in Outlook geconfigureerd. Dat gaan we eerst configureren. Kan eventjes duren. Hè? Installatie is voltooid. Ik druk op gereed. En dan krijgen we dit beeld. iCloud Drive zet je aan. Foto's zet ik uit. Omdat ik geen foto's ga synchroniseren met mijn iCloud. Het is maar 5 gigabyte. En hier zie je ook mail, contact, agendas en taken. Synchroniseren. Bladwijzers ga ik niet doen. En ik ga zeggen toepassen. Dat ga ik niet doen. En we gaan dit sluiten. Nu ga ik kijken of dit op mijn Outlook staat. Ik open mijn Outlook. Ik zoek Outlook op. Outlook. Start het op. Ik ga naar kalender. En ik ga iets op mijn iPhone op de 26e zetten. Dus ik heb mijn iPhone ook geprojecteerd op het scherm, zodat je ziet wat er gebeurt. Ik selecteer 26. Ik ga naar plus. Ik ga naar naam testactiviteit. En ik voeg toe. Hier is toegevoegd. En eventjes daarna moet het hier ook komen. Voilà, testactiviteit. Nu zie ik dat ik dat wil aanpassen. Het is een testactiviteit voor de agenda van Otto en het begint om 4 uur. Dat gaan we doen. Het is een testactiviteit voor de agenda van Otto. En het begint om 4 uur. Gereed. Ik ga naar januari. Het is veranderd in mijn agenda van de iPhone en ook veranderd in de agenda van Outlook. Dus die worden bijna
meteen gesynchroniseerd. Ben ik nu op mijn PC en wil ik deze activiteit veranderen? Ja. Ik ga deze eens wegdoen. Verwijderen. Is verwijderd in de agenda van Outlook. En je ziet dat hem ook verwijderd wordt in mijn iPhone. Ik wil een nieuwe activiteit inplannen op de Outlook van mijn PC. Of een gebeurtenis. Ik zeg activiteit of gebeurtenis. Ik kies hier agenda Otto. De 25e. Nieuwe gebeurtenis. Ik begin op de 25e. Ik zet hier nieuwe activiteit. En die begint om 20 uur en duurt tot 22 uur. Ik zeg opslaan en sluiten. De 25e wordt deze geplaatst en je ziet dat dit ook hier kan. Ik ga eens kijken wat er staat op de 25e. Nieuwe activiteit. 20 uur, 22 uur en ook op de agenda van Otto. Ik had ook ingesteld dat mijn contactgegevens worden gesynchroniseerd. Ik zoek opa op. Ik ga dit wijzigen in mijn iPhone. Ik zet daar bijvoorbeeld opa 2. Ik zeg gereed. En dat moet eventjes daarna ook veranderd worden op opa 2. Zoek. Dan staat hier ook opa 2. Ga ik deze veranderen in de Outlook? Klik ik hierop. Ik zeg contactpersoon bewerken. Het is niet opa 2. Het is opa. En ik zeg opslaan. Oké. Okay. Ja. Opa verandert. En opa verandert ook hier. De gegevens van opa veranderen ook hier. Je ziet dus dat de agenda en de contacten gesynchroniseerd worden. Dit was het synchroniseren van je iPhone, iPad met Outlook van Windows 10. Probeer het ook maar eens allemaal uit. Het is niet moeilijk. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Help me de 100 abonnees te bereiken. Het mogen er ook veel meer zijn. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!